studeren. Mm. Ik ook. Zeg, jij was het wel af, hè, Sindieke. En goed spoelen, met die loopgeur niet blijft hangen. Wat zit jij eigenlijk van zin met mijn huis? Ja, maar God, Simon er blijven wonen, of hoe zie je dat? Ja, moet ik ze met de Frankie op straat zetten, of wat? Ik zou er ook kunnen gaan wonen met onze Frankie. Of heb je dat nog niet om gedacht? Zeg, schat, als ik vraag om je ellebogen van tafel te doen, dan luister je toch niet. Ja, maar ik heb hoofdpijn. Dan moet jij vanavond eens goed vroeg gaan slapen. Maar ik lag vroeg in mijn bed. Maar komt door werk van school. We hebben gisteren heel de klas opgeruimd. Oh, een heel klas met 3 man. Ja. En we moeten vandaag de muren verven. Maar zij gaan weten wie geverfd heeft, hoor. En wat zijn de plannen? Niks. Hoe gaan ze dan weten wie dat er geverfd heeft? Kasper? Wij hebben afgesproken dat wij initialen op een muur gaan zetten. Ah, initialen? Je kent dat al. Kevin heeft mij geleerd. Chic. Ah. En heeft Kevin ook ineens geleerd wat dat de gevolgen van die initialen gaan zijn? Ja, maar ik moet toch meedoen, Rosa? Natuurlijk moet jij meedoen, schat. Zeker als jij nog eens een taakstraf wilt krijgen en als jij nog eens een andere klasje wilt schilderen. Absoluut. Ik vind dat schandalig dat die kinderen moeten verven. Dat is veel te zwaar werk. En wel, als jij uw zoon geen vodka had gegeven, dan had hem nu niet moeten verven. Oké, hij is fout geweest, maar er zijn straffen en er zijn straffen. Ja, maar tegen mij moet je niet komen zagen, hè. Komt een beetje klagen bij uw kaat. Maar je kan een kaat bellen. Nee, dan ben ik precies klein kind. Maar Kasper, dan moet jij niet met hoofdpijn zitten, hè. En je bent moe van dat stoeme verven. Ik ben moe, want het heeft lang geduurd voor ik sliep. Ik ga snel mijn tanden poetsen en ik ben weg. Spijtig, hè? Nou ja, nu kun je niet naar uw kaat bellen. Weet je dat je zo schoon bent als je jaloers bent? Ik ben absoluut niet jaloers. Absoluut niet. Ik stel alleen vast dat ik hier wel opgezadeld zit met 2 pubers. Ah, zot! Jawel! Stop ermee! Stop ermee! Ik stop alleen als je dat zeer vriendelijk vraagt. Alsjeblieft. Nog? Dat je dat nu al binnenkrijgt, hè, Frank. Tuurlijk, dat is toch simpel? Je zet dat gewoon zo aan je tuit en je kapt het binnen. Ja, nog kwaad dus. Ik versta dat. Maar als ik Simon uit het huis zet voor u, hè, dan is het oorlog. En dat wil ik niet. Alleen al voor de Frankie. Kijk, de Frank, je mag mij alles vragen, hè. Alleen dan niet. Ja. Oké, okay, andere vraag dan. Geef me dan een job bij Marie Design. Maar kom draaien. Vind je goesting? Ja, kind, ik ben monnik in ontzien uit curieuze tijd. Dus. Weet je, een mens is niet gemaakt om alleen te zijn. Eva, hè, die werd speciaal ontworpen voor Adam. Ja? Ja. Ah, wel, dan heeft onze lieve hier toch te weinig exemplaren ontworpen. Dus, ach, dan zie je, er zijn bijvoorbeeld meer mannen op zoek achter een vrouw dan vrouwen achter een man. En een man dan een man zoekt, dat is nou ook niet echt iets van mij. Amai, wat hoor ik? De Adamen zijn allemaal wanhopig. Wanhopig gemaakt door de vrouw, ik zal het u zeggen. Ja, maar ze, je kunt er wat tegenkomen, hè? Weet je wat, ik zal eens rondkijken in de vriendenkring van onze Eddy. Nee, manneke, je moet dat niet doen, dus zo goed als ik het ga doen. Sorry. Ah, gedaan met tetteren, het is werkend tijd, hè. Wat is het, jongens, en chaloes? Voor 2 vrouwen. Mijn Rosa telt voor 10. Oeh. Amai. En welke van de 10 is dan vandaag? Vandaag is de lieve en de zachte. En daarbij, ik moet allemaal aan hun neus hangen. Moet jij niet voortdoen? En ga. Een beetje beleefd, hè? Wat wil je lezen? De horoscoop. Niet zo. Hier redden we even een horoscoop. En wat wilde jij lezen? Niks speciaals. Curieuze neuzen, mosterdpot. Niks speciaals en niet een horoscoop. Dan schieten alleen maar de zoekertjes over.
hoop dat je dat ironisch bedoelde. Ah, belangen niet. Je hebt gezegd dat ik alles mocht vragen. Werken voor Marie is uitgesloten, Frank, als je al zou aannemen. Ja, maar jij hebt er toch ook iets terutten tutten, hoop ik. Marie is de baas daar. Jawel, ja, dat is goed, hè. Zij daar en jij hier. Dan kun je toch eens klappen, als ze nog eens komt volle weken. Frankske, daar komen gegarandeerd vodden van. Simon werkt daar en de Mo. Allee, alles voor Simon en niks voor mij. Simon die mag zelfs in dat kot wonen en ik niet. Hé. Ik heb u onderdak gegeven, hé. Ik heb u niet op straat laten staan. Waar moet ik dan nog werk vinden? Frank, een goede loodgieter, dat vindt altijd werk. Alleen moet het eerst uw papieren in orde. Lot dat zo, jong. Godverdomme. Het leven van een dooien, hé, dat is al bij jou nog niet zo slecht. Als je zo denkt, hé, dan kun je voor mijn part beter dood blijven. Maar laat dan wel de levenden met rust, hé, Frank. Maarten, wat wil jij binnenkort voor je verjaardag? Goh, ik weet niet. Ja, maar denk daar dan eens over na, hè? Oh, ik heb een wekker niet gehoord. Maar allee, watje, ik dacht dat jij vrij had. Ik heb je laten slapen. Ja, nee. Oh, helemaal niet. Oh, en dat gebeurt me echt anders dan nooit, hè? Allee, wat wil jij op je boterham? Niks. Nee, merci. Nee, maar ik eet wel iets in baguette. Ja, zoals je wil. Ik ga voort. Ja, een dikke kus aan mijn zoon, hè? Ja, dat komt in orde. Zal ik je komen ophalen straks? Met een auto is gemaakt. Ah, ja. Zeg, heb jij die rekening nu al? Ja. 830 euro. Alleen voor die herstelling van die botsing, of dat is mijn onderhoud bij? Nee, alleen die herstelling. Nee, maar ik dacht dat jij iets ging proberen te regelen. Ja. 830 euro, maar dat gaat die Femke nooit niet kunnen betalen. Tja, dat is wat ik moet betalen aan mijn garagist. Maar ik kan altijd wel eens komen onderhandelen met Femke. Ah, ja. Ja, ik hoop het. Allee, voor Femke. En tot straks dan, hè. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, niet goed geslapen? O, jawel. Desondanks. Ah, zijt je kwaad? Nee, ik ben niet kwaad. Ik ben alleen maar teleurgesteld. In mij? Veel mensen trappen in de val van de underdog. Ook intelligente mensen. Het is alleen maar dat ik niet verwacht had dat jij daarbij zou zijn. Kunt je iets duidelijker zijn? Nancy speelt altijd de rol van de underdog en dus heeft ze altijd gelijk. En ik ben de bitch, dus ik heb altijd ongelijk. Gaat het nog altijd over die handtas? Je hebt ze toch terug? Met minder geld. Dat zegt jij. In deze situatie zie ik u eerder als de underdog. Ja. Ja, je wilt altijd gelijk halen. En deze keer is het moeilijk, niet? Moest uw geld eens zijn? Nee, dat is geen probleem. Maar we moeten wel vandaag beslissen hoe dat we het restaurant gaan aanpakken. Zeg je? Ja, wacht eens even. Ja, moment, Marie. Ik zal straks bij haar langs gaan. Ah. Sandrine stelt voor van bij u langs te komen met die ontwerpen. Ah, het is oké. Okay. Ja. Ja, voor mij zal het dan tot morgen zijn, zeker. Ja. Ja, dag Marie. Voilà, ze verwacht u. Moet je het nieuwe ontwerp ook zien? Ja, het is een pak moderner dan het vorige, maar ja, ik vind dat beter past bij het concept. Zeg, ik hoop alleen dat Marie dat nu ook vindt. Nee, dat is een feit. Dat is veel beter, hè. Ja, hier zie ik, kijk, hè. Met die rechte lijnen en dan die armaturen met die vlekken. Nou ja, dat is veel beter dan het eerste. Dat is goed. Nu nog het Fiat van de eigenaar en we kunnen starten. Ja. Is er nog iets dat ik moet meenemen aan Marie? Of iets dat ik moet zeggen tegen haar of zo? Nee. Weet je wat? Geef haar een stevige knuffel. Ik zal maar niet zeggen dat die van u komt, zeker. Dag, hè. Moesje. Ik heb hier een broodje met kaas te veel. Oh, geef maar. Ik heb honger. Goedemorgen. Ah, kom je helpen? Heb je mij nodig? Dat was niet afgesproken, maar... Ik kom eigenlijk met slecht nieuws, Femke. Mijn auto is hersteld. Hoeveel moet ik u? €830?
zeg. Waar ga ik dat geld bijeen halen? Komt, het is goed. Ik ben content met 300. 300 nu en wanneer de rest dan? Nee, 300 in totaal. En Maarten? Het is simpel. Ik heb geld, jij niet. Maar ik ben tegen u gebotst. Ik ben al blij dat ik mijn aangifte bij de verzekering terug mocht intrekken en dat jij akkoord ging met mijn minnelijke schikking en nu dit. Kijk, Femke, jij moet hard werken voor de kost. Ja, dus ik geef de rest cadeau. Nee, ik. Als mama. En wat verwacht je daarvoor? Een glimlach. Het is niet van mijn gewoonte om zulke cadeautjes aan te nemen, maar in dit geval maakt het wel een stuk gemakkelijker. Afgesproken dan? Ja. Ah, je bent nog thuis? Ik dacht dat er niemand was. Het is hier zo stil. Ja, ik ben er nog. Dan zouden sommigen liever willen dat ik er niet was. Ik ben nog zo vriendelijk geweest. Allee, wat hebben Thelma en Louise nu weer uitgespookt? Dat is juist het probleem, Sam. Die doen gewoon of dat ik er niet ben. Ah ja. Ja, ik denk dat dat een beetje mijn fout is. Ik heb hen gevraagd om u wat meer rust te laten. En waarom? Omdat jij mij gezegd had dat ze zo vervelend deden tegen u. Oh, Sam, je snapt er toch ook niks van, hè? Nu denken die gewoon dat ik een seut ben en nog ineens niet voor haar eigen kan opkomen. Dat is wel lief van Maarten dat hem zo'n groot bedrag wilt laten vallen. En toch voel ik er mij niet zo cool bij. Dat is precies of ik gebruik maak van mijn vriendin. Wat zeg jij nu? Je beseft toch voor wie dat hem dat doet? Voor u, tja. Maar, nee, zie, dat is overdreven, zo. Nee, hij heeft u gewoon graag. Allee, dat vind ik toch duidelijk. Misschien, maar hij heeft u veel meer graag. Je denkt toch niet dat hij vorige week zo is ingesprongen voor mijn schone ogen? En dan nog wel verniet? Dat is niks voor een rijmers. Nee, je mag niet alle rijmers over dezelfde kam scheren. Ik vrees dat er een tijd komt dat jij de rekening gepresenteerd krijgt. In natura te betalen. Zeg, zo is Maarten niet. Oh, alle mannen zijn dezelfde op dat gebied. De ene heeft gewoon wat meer geduld dan de andere of hij pakt het wat subtieler aan. Nee, ik kan altijd nee blijven zeggen. Tenzij dat je niet wilt, nee blijven zeggen. Allee, wat denkt je, Erik? Zal het artikel afgeraken tegen vrijdag misschien? Doe mijn best. Als je je concentreert, doet dat toch niet zo lang te duren? Denk aan Bengo. Ik mis hem. Je hebt zelf beslist om je hond weg te doen. Hij had dat nooit mogen doen. Hij had mee kunnen komen naar hier. Gedane zaken neem ik geen keer. Hé, hey, Anneke, wat nieuws? Oh, ik spring gewoon eens binnen. Oh, ik ga eens een kopje thee zetten, zeg. Jij ook thee? Of liever koffie, Erik? Breng liever een doos koekjes mee. Ik zal eens gaan zien of er nog zijn. Hoe is het nu met u, Erik? Prima. Ik maak me anders zorgen en mama ook. Mis alleen maar Bengo, de zaal. Je eet uw frustratie weg. Zeg, schrijven, dat kost energie. Ik denk dat ze een hele dag hier aan een bureau kunnen zitten, maar zeg, die hersenen moeten werken, hè. Neemt je medicatie? Natuurlijk. Waarom geloof ik u dan niet? Hey. Hey. Zeg, zet ons lijflied maar op, hè, want ik heb weer een goed examen achter de rug. Ah, proficiat. Maar het lijflied zal nog even moeten wachten, want de cd ligt nog in de Fit & Fun. Ja, dan hou ik het te goed. Ja. Is Doreen al terug? Nee, nog niet gehoord of gezien. Cindy wel. Die zit op haar kamer te bokken. Oei, wat is er gebeurd? Heeft ze twee nagels ineens gebroken? Ja, Aisha, ik verwittig maar. Hè. Wat is er gebeurd? Ja, ze is nogal complex. Mooi!
leven is mooi. La, 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 la. Hoe is het examen? Hé, proficiat. Sam gaat de cd meebrengen uit de fiets. Ja, als ik eraan denk, hè. Goed, meisjes, tot straks. En ik heb nog nieuws. Ook een goed examen gedaan. Ja, ja, maar dat bedoel ik niet. De eerste barst in de relatie van Sam en Cindy is een feit. Oh, yes. Hoe komt het? Wij zullen maar begint te horen. Mooi. Het leven is mooi. Zolang er zon, muziek en truttekes zijn. Erik, je weet ook dat ik het goed meen met u. Ja, maar je maakt je zorgen om niks. Wilt je alsjeblieft eerlijk zijn tegen mij? Ja, ik pak die pillen niet, inderdaad. Ik heb ze niet nodig, want ik ben niet depressief. Erik, jij niet depressief. Hoe komt dat dan, dat er geen gram fut meer in u zit? Jongen, je loopt hier al weken rond, gelijk een zombie. Mama, zou je niet nog even... Wacht, ik ga de koekjes brengen. Ik zou graag je bloed eens laten onderzoeken. Waar is dat goed voor? Gewoon om te zien dat je geen ziekte ontwikkelt die je zo futloos maakt. Maar mijn vrouw loopt naar het gemeentehuis om te trouwen met haar een bodybuilder. Mijn dochter leeft daar in een godvergeten gat op straat. Mijn zoon is veranderd in een geldwolf. Mag ik dus even een beetje tijd hebben om dat te verwerken, alstublieft? Gewoon een check-up om dingen uit te sluiten. Ik heb daar geen tijd voor. En daarbij, dat is vergeefse moeite. Hoe is het met Bengo? Beter. Het was een blaasontsteking. Hij ligt dan rustig thuis in de warmte. Nood is toch zo'n schat van een beest. Ja, ja. Frank, wat doe jij hier? Heb je ze losgelaten? Amai, zeg, de wonderen zijn de wereld niet uit. Hè? Ik ben blij, Jenny, dat je content bent van me terug te zien. Zeg, jong, wij hebben allemaal aan uw graf gestaan. Hè? Peggy en Bianca die waren er kapot van. Serieus? Dat doet me veel plezier. Kom, geef me nog een pint. Wat zeg ik? Geef er mij twee voor mijn schouw in te halen. En van wat ga jij dat betalen? Of wil jij nog iets achter de hand gehouden en verstopt? Jij hebt er toch verstand van een mens direct op zijn gemak te stellen, hè? Amai, 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 amai. Zeg maar eens heel braaf, is, hè, want je krijgt het van de zaak. Allee, dat klinkt al beter. Ah, wel, op een nieuw leven, hoop ik. Op een nieuw leven? Heb jij een job voor mij misschien? Ja, niet overdrijven, hè. Ja, een nee heb je nou ja kunnen krijgen. Ah, wel, het is een nee. Heb jij een job voor mij? Kennen van ergens. Van de gazet, kan dat? Bingo, jij hebt gewonnen. Je mocht mij hier aan het recteren. Zeg, is dat niet moeilijk zo na zo'n avontuur terug in een maatschappij te komen? Welke maatschappij? Ze hebben mij alles afgenomen. Mijn job, mijn familie, mijn leven zelfs. Maar dat leven, dat heb ik grotendeels terug. Allee. Salut. Zeg, zei je nou zo onaangenaam tegen hem omdat hij een ex-man is of omdat hij in de gevangenis heeft gezeten? Omdat Frank Bouwmans is. Alsjeblieft. Je staat er precies alleen voor. Ja, mijn moeder en Wende zijn er een paar dagen tussenuit. Ja, dat gedoe van de werking hierboven werd wat te veel. Dat is te begrijpen, met die afwerking die nog altijd niet klaar is. Marie zit er echt mee verveeld. Ja. Hey, Anneke. Tof dat jij nog eens langskomt. Hey, dag. Ja, lang kan ik u niet missen, Nissan. Ah, jullie kennen elkaar. Ja, we zijn zelfs een verre familie. Mijn moeder is de nicht van zijn vader. Ja. De wereld is klein, hè? Ja, ja, dat is wel. Hoe is het met uw moeder? Maar niet zo goed. Ze heeft de laatste tijd wat lastig met de winter. Ja. Of bij extreme warmte ook zeker, dat is normaal. Ja, en soms verliest ze de moed. Ja, als ze eens wil praten, of jij, dan je mag altijd bellen en misschien helpt dat wel een beetje. Merci. Ja. Ah, is mijn volgend slachtoffer klaar om gemarteld te worden? Kom maar mee dan, voordat je jezelf nog bedenkt. Tot volgende keer. Ja, dag. Dag. Ja. Voilà. Hier heb ik iets gevonden.
Voor €595 kunt u online scheiden onder de volgende voorwaarden. U bent het er samen over eens dat er een echtscheidingsverzoek moet worden ingediend. U heeft in redelijk en gelijkwaardig overleg overeenstemming bereikt over alle zaken van belang. Vergeet het. En de boedel is door u samen verdeeld. Er moet ook een overeenstemming over de kinderen zijn. Tja. Frank en ik, we zijn dus met niks in orde. Nee, het beste is een advocaat bellen. Ja, de duurste oplossing ook, hè. Nee. Mannekes, wie gaat er een keer goed mee eten? Oh, ja, sorry, Swa. Ik moet de Frankie van school gaan halen. Ja, ik heb boterhammen bij. Zeg, eet er nog iemand die het goed van de Frank? Daarvoor moet het bij de Luc zijn. Het is top dat hem zijn eigen koe stout hebben. Alsjeblieft. Dank u. Ja, ik maak me echt zorgen om nu pa. En het gaat echt niet beter met Marianne. En ik zou zijn bloed willen trekken en eens laten onderzoeken om te zien of er niks lichamelijk scheelt. Ja, of hij dat gaat willen. Hij staat er niet om te springen. Misschien als jij eens met hem praat. Zijn er nog op zoek naar een vrouw? Je moet je er niet over schamen, zonne. Je bent niet de eerste vandaag. Allee, vooruit dan. En je mag gerust zijn, die andere zoekt een totaal ander type. Ik denk dat jij eerder zo iemand zoekt die wat ouder is, rustig en die graag naar de zee gaat. Zeg, zal ik eens in uw horoscoop zien wat uw hoogdag is deze week? Nee, laat het maar. Je zit toch nog op zoek? Ik heb een schat van een hond gekocht. Maar de conversatie loopt nog wel een beetje moeilijk. Ah, ik heb een schat van de wind, maar dat is ook moeilijk, klappen ze, hè? Ja, je hebt natuurlijk nooit volledige garantie, hè? Nee, dat papiertje hebben ze mij niet bijgegeven. Wil ik eens iets vragen? Tussen deze zoekertjes, wat zou je eruit nemen als je geen vent hebt? Deze zegt mij wel iets. Single, simpel, goed, voorkomen. Zoekt eerlijke dame die houdt van dans geven. En moderne levensvis. Visie, levensvisie. Ah. Stond jij er misschien tussen? Ah. Ah ja, deze waarschijnlijk. Is die? Waarom denkt je dat? Dat is de enige die zegt dat hem een hond heeft. Hoe is het verlopen bij Femke? Vond zij dat niet oké? Meer dan oké. Ik hoop nu maar dat dat voldoende is, hè, Maarten, want dat is een serieuze investering, hè? Die €530 die we hebben laten vallen, die zal goed opbrengen. Geloof me maar. En wel, Maarten, ik wist niet, hè, dat jij zo berekend was. Ik weet ondertussen ook wat ik voor mijn verjaardag wil. Ah ja? Eva. Frankietje, zijn jij klaar? Het is tijd om te vertrekken.